U heeft het gehoord. Pim Fortuyn is vermoord kort na 6 uur op een parkeerplaats op het Mediapark van de Hilversumse Omroepen. Is hij door een man met verschillende kogels geraakt, waarna hij een uurtje later aan zijn verwonding is overleden. Natuurlijk besteedt Radio Rijnmond en TV Rijnmond veel aandacht aan deze walgelijke moordaanslag. TV Rijnmond zal rond dit tijdstip een extra uitzending verzorgen, maar ook Radio Rijnmond heeft verslaggevers her en der in de regio. We hebben ook een verslaggever ergens in de stad. Jelko de Ruiter is daar. Op de Kralingse Plaslaan is alles rustig op dit moment. En er opeens valt op, 4 mei is voorbij en toch hangt hier nog een vlag halfstok. Meneer Van Dijk? Ja, klopt. Heeft dat hier alles mee te maken? Dat heeft te maken met het overlijden van meneer Fortuyn. Het is een schok. En het is echt een nederlaag voor de democratie. En vooral in Nederlandse begrippen. Hoe bedoelt u dat, in Nederlandse begrippen? Nou, het is nog nooit voorgekomen dat er een lijsttrekker is vermoord. Ivo Nieuw had het erover tot inderdaad op zijn hoogtepunt zou het beter zijn als hij hier weg zou gaan. Nou, dat is dus nu gebeurd. Wat denkt u dat het uiteindelijke effect zal zijn? Dat is moeilijk. Ik denk toch dat het weg hebt. Ik denk toch dat hij heeft zijn punt gemaakt. En ja, het is heel cru natuurlijk dat hij nu overleden is. Maar ik denk toch wel dat het duidelijk is waar hij voor stond. En tot het dan langzaam weg-ebt en toch door de politieke partijen wordt opgepakt. Gewoon de bestaande politieke partijen. Denkt u dat of hoopt u dat? Nee, ik denk het. Zou het geen polariserende werking hebben? Zo'n politieke moord, wat het toch eigenlijk is? Dames en heren, welkom bij TV Rijnmond. Dit is het nieuws van maandag 6 mei met een extra uitzending om 9:15. Pim Fortuyn in Hilversum vermoord. Geschokte aanhangers leggen bloemen bij zijn huis. Een ledenlijst Pim Fortuyn verzamelen zich in het partijkantoor. Pim Fortuyn, lijsttrekker van de lijst Pim Fortuyn voor de landelijke Tweede Kamerverkiezingen, is vanavond in Hilversum vermoord. Rond 6:15 kwam Fortuyn uit het gebouw van de radiozender 3FM op het Hilversumse Mediapark en werd daar onder vuur genomen door een tot nog toe onbekende man. Deze loste waarschijnlijk 6 of 7 schoten op Fortuyn en hij werd geraakt in onder meer zijn hoofd, zijn hals en zijn borst. Fortuyn is ongeveer 1,5 uur later overleden, voor zover we het nu weten. In heel Nederland en ook in Rotterdam is geschokt gereageerd op de aanslag op Pim Fortuyn. En burgemeester Opstelten toonde zich eerder vanavond verbijsterd. Op het stadhuis is een reactie. Daar, ik ben verbijsterd. We zijn natuurlijk hier op het stadhuis. Raadsleden, wethouders, allemaal medewerkers verbijsterd over wat er is gebeurd. Pim Fortuyn, die zo'n enorme electorale schok heeft gebracht bij de laatste verkiezingen. En ook leiding mede heeft gegeven aan de vorming van een nieuw college, is er niet meer. Is gewoon doodgeschoten, is vermoord. Dat is niet, daar zijn geen woorden voor. Dat past misschien ook alleen een diep stilzwijgen en rouw. Nou, hoe hoorde u het nieuws? Wij waren in een vergadering bij een van het presidium van de raad. En toen kreeg ik via mijn secretaresse een bericht. Ik heb meteen de vergadering stopgezet. Ik heb de korpschef van politie gebeld, televisie aangezet. Ja, vervolgens zijn we het nieuws gaan volgen. Maar in volstrekte, ook persoonlijke, emotionele consternatie. Onbegrijpelijk, want het is nog nooit eerder voorgekomen. Nee, dit is, ja, hier kan je geen verklaringen voor geven. Je kan er niet normaal over denken. Dit is een waanzinnige die dit heeft gedaan. Maar dat helpt ons niet. Heeft u al contact gehad met zijn partijgenoten van Leefbaar Rotterdam? Ja, zeker. Met de heer Seurens was ook in de vergadering. En ik ga straks naar de fractie van Leefbaar Rotterdam. Want ze zijn bij elkaar hier op het stadhuis. Ja. Wat gaat er nu gebeuren in het stadhuis vanavond? Nou, wij zullen
een opvangcentrum inrichten in de burgerzaal van het stadhuis. Voor de mensen die vragen hebben, die kunnen hier naartoe komen. En we zullen morgen ook een condoleanceregister inrichten voor wie dat wenst. Wie medeleven wil betuigen. Nou, vanavond kunnen mensen in de burgerzaal terecht. Ja. Ik kan me voorstellen dat uw hoofd er helemaal niet aan staat, maar ja, er staat toch van alles op stapel. Wat betekent dat nu? Nee, daar hebben we nog helemaal niet over nagedacht. Ik ben nu geconcentreerd ook persoonlijk op wat er nu gebeurd is. De andere dingen zijn bijzaak. De burgemeester opstelt eerder vanavond, zoals hij zei, in het stadhuis. In de burgerzaal is een ruimte ingericht waar mensen die over de aanslag op Fortuin willen praten terecht kunnen. En er zal ook een condoleanceregister worden geopend. Bij het huis van Pim Fortuyn en het GW Burgerplein in Rotterdam hebben zich in de loop van de avond veel aanhangers van de lijst Fortuyn en van Leefbaar Rotterdam verzameld. Ze probeerden bloemen te leggen bij de woning. De omgeving van het huis is afgezet door de politie. Verslaggever Jaap Dijbel was er eerder vanavond. Kort nadat het nieuws van de dood van Fortuyn bekend werd, werden er bloemen voor zijn huis in Rotterdam-West gelegd. De emoties liepen hoog op. Mevrouw, mag ik u iets vragen? U bent zeer ontdaan. Ja, heel erg geschokt. Had u zoiets verwacht? Helemaal niet, nee. Kent u de heer Fortuyn? Nou, ik ben zijn buurvrouw, woon daar om de hoek. Sprak u hem wel eens? Nee, ik heb verder nooit gesproken. Maar was u wel een sympathisant van hem? Ja. Hoe moet het nu verder, denkt u, met Nederland? Ik heb geen idee, maar door dat soort posters die daar aangeplakt zijn, gebeuren dit soort dingen. Dat is echt hetsen voeren. En woorden verdraaien, nou, daar kan ik dus niet tegen. Kende u hem? Nee. Ja, van gezicht. Nou, ik wel. Ik ben hier dan een beetje in de buurt, zeg maar, voorzitter van de bewonersgroep. En in dat opzicht is hij een keertje bij ons langs geweest op een feestje. Hebben we een uurtje met hem zitten praten. En ja, het is gewoon net als ieder mens is hij gewoon hetzelfde als wij. Alleen ja, dat hij andere ideeën op een gegeven moment had waar wij het niet mee eens waren, dat kan. Maar dat is normaal. Maar dit wat hier gebeurt, dat is onvoorstelbaar. Dit had niemand hem gegund. Hoe dan ook. Wat betekent dit voor de democratie? Dit is gewoon een gevoelige klap voor de democratie. Want als je nou kijkt naar wat we in het verleden meegemaakt hebben, wat er nu gebeurd is de laatste periode. Ik bedoel, we hebben een hele omwenteling gekregen natuurlijk in de politiek. Heeft de democratie heel goed gedaan. En nu denk ik dat dit weer een kentering geeft, waardoor je toch weer tegenstellingen gekregen. En het voor de partij op zich natuurlijk, hè, de partij Lijst Fortuyn, dat het daarvoor op dit moment ook veel moeilijker wordt om nog iets te berden te brengen. Hey! Kan onder! Hij is weg, hè, Pim! Dit moet jullie filmen, dit! Door die kankerhonden! Die hebben hem doodgeschoten! Dit moet jullie filmen! Nou staat er wel politie! Toen hij het hoorde, wat dacht hij toen? Verschrikkelijk! Heel verschrikkelijk! Die man die wou wat doen, nou legt hij in zijn graf. Bekijk wat de politie aan de achter staat. Normaal staat er geen kank hier voor die deur. Als je geen beveiliging hebt, niks, alles moet je zelf betalen. Kijk, ze staan te filmen. Hij legt daar bij de RVU. Onder een wit lakentje legt hij. Komt het ook nog goed met Nederland? Nee, dat komt helemaal niet meer goed hier. Nooit niet meer. Dat komt nooit meer goed. Het is verschrikkelijk. Ja, het is verschrikkelijk, ja. Ja. Het is ook nog niet bezonken. Ik weet ook nog niet hoe het erop moet reageren. Ik weet ook nog niet hoe Nederland erop reageert. Want dit kan gewoon niet. Dit kan gewoon niet. Ik hoop de mensen een beetje rustig blijven. Maar iedereen is helemaal door het dolle. Het is gewoon niet te bevatten. En ze weten natuurlijk nog niet wie de dader is. Ik weet niet eens of hij nog leeft of dat hij nog dood is. Ik ben gelijk hierheen gekomen. Ik heb geen idee. Wat moet je er tegen doen? Het is een droom. Het is een boze droom. We worden zo wakker. Wat moet je er tegen doen? Ik denk dat we het eerst even goed moeten laten bezinken en dan eens verder moeten gaan kijken. Maar dit kan gewoon niet meer in Nederland. Dit kan niet meer. Het is nou eens een keer klaar hier in dit land. In 20, 25 jaar is mijn hele land vergriept. Je kan s'avonds in Rotterdam niet eens meer rustig op straat lopen. Mijn moeder die woont in Den Haag. Ik zie die buurt, zie ik gewoon... Dat wordt één grote armoe. Het is vreselijk. Ik ken mijn land niet meer. Ik durf nergens meer te lopen s'avonds laat. Het is toch niet te geloven dat dat gewoon niet meer kan. Met dank aan de Partij van de Arbeid, want die hebben dat allemaal naar binnen gehaald.
Wat vinden jullie dat Pim Fortuyn is neergeschoten? Hè? Wat vinden jullie daarvan? Ja, ik vind het goed voor hem. Daar leert hij vanaf. Hij is dood, hè? Dood? Ja, dan komt hij wel snel in. Aankomen. Hij vindt het niet erg? Het deert me niet. Het maakt me niet uit. Van mij mag hij sterven, hoor. Het is wel goed voor hem. Maar is dat niet een beetje onzinnig en hard? Het gaat om politiek. Dat je het niet met iemand eens bent, betekent niet dat je hem dood moet schieten. Dat hoort misschien in andere landen, maar toch niet in Nederland? Ja, kan wel, maar zo hoort het niet mal, hè. Als je zo opgevoed wordt, jongen, dan gaat het fout met je. Ja, dat is dan ons probleem. Maar als je... Nee, ons probleem ook. Ja, jullie probleem ook. Maar als je iemand niet mag, ja, dan mag diegene jou ook niet. En dan doet hij maar wat hij bij je kan doen, hè. Als je zelfs geen respect voor doden hebt, dan kun je toch niet in dit land leven? Dat kan wel. Je kan leven waar je wil. Maakt niet uit. Al heb je geen respect, al wel. Mevrouw, tranen in de ogen. Absoluut, meneer. Ik vind dit zo erg. Zo verschrikkelijk dat dit in Nederland gebeurt. Ze moesten zich schamen. Echt waar. En als ik, weet u wat het ergste is? Dat die jonge lui daar, die Marokkanen, staan te lachen. En zeggen, het is Allah. Waar gaat dit heen? En dit was de man die durfde te zeggen. Ik vind dit erg. Als ik nu hier Marokkaan was, zou ik me zo rot voelen. Zou ik me rot voelen. En waarom lachen jullie dan? En waarom zeggen jullie dat is Allah? Wie? Hier, kijk, hij lacht. Ik lach helemaal niet. Nee, dat zeg je niet. Je leeft in Nederland, we hebben respect voor elkaar. Respect voor elkaar hebben, jongens. Ik vind het heel erg en dat meen ik. Regilio, wat is boksen dan onbelangrijk? Wat is het leven dan toch belangrijk? Het is, ik denk dit voor... Nederland echt iets heel ergs is, denk ik. Ik denk dat we dat met z'n allen moeten beseffen. Ik ken Pim Fortuyn persoonlijk heel goed. Ik heb de laatste paar weken heel veel met hem gesproken. Over dingen mij uit te leggen. Dingen die ik misschien niet zo goed begreep als hij die begreep. En ik denk dat we gewoon vandaag gewoon echt een held verloren zijn. Die man die de dingen die die man zag en de dingen die die man wilde doen. Deed hij voor Nederland. En ik denk dat. Ik vind ook de media ook heel erg veel schuld die dan heeft. Hè? Ze hebben die man afgeschoten. Hij heeft de media ook gebruikt, laten we daar ook eerlijk zijn. Ook dat, ja. Maar jullie hebben een bepaalde verantwoording die je af en toe wel eens vergeet. En dat mag ook wel eens gezegd worden. Het is. Het is, maar desondanks, want jij weet ook met de media om te gaan. Ja, natuurlijk. Ik weet ook met de media om te gaan. Maar sommige dingen zijn belangrijker dan gewoon. We praten hier over levens, weet je. Hij heeft me wel eens dingen goed uitgelegd, jongens. Dit heeft te maken met onze samenleving. Het heeft te maken met hoe we met elkaar omgaan. Het heeft te maken met respect. Het is gewoon respect. Nederland is gewoon hierin. We zijn een hoop verloren vandaag. Dat moeten we gewoon met z'n allen gewoon niet vergeten. Met de minuut neemt het aantal mensen dat hier naartoe komt toe. Ze zijn verbaasd en verbijsterd. Sommigen huilen, sommigen staan alleen maar voor zich uit te staren naar het huis van Pim Fortuyn. Voor de tweede maal heeft hij voor een aardverschuiving gezorgd binnen korte tijd. Maar dit keer was het ongewild. Niemand heeft dit gewild. Ja, Dijbel bij het huis van Pim Fortuyn in Rotterdam, waar dus bloemen werden gelegd door Fortuyns aanhangers. Ook op het Rotterdamse stadhuis, op de trappen daar zijn bloemen gelegd. En ook op het Mediapark in Hilversum, waar Fortuyn eerder vanavond rond 6:15 werd neergeschoten, zijn bloemen gelegd door aanhangers van Fortuyn. In de studio hier zijn aangeschoven Bert Kremers, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in Rotterdam. En Jan-Hendrik Klein-Molenkamp, Tweede Kamerlid voor de VVD uit Roon. Goedenavond, welkom allebei. Meneer Kremers, ik begin even met u. Waar was u vanavond toen u het hoorde? Nou, op Stelte zei het eigenlijk al in de uitzending. We hadden een vergadering van het presidium om de gang van zaken in de volgende raadsvergadering te bespreken. Die vergadering heeft ongeveer 10 minuten geduurd. Ik zat naast Ronald Seurissen. Toen kwam het bericht. De burgemeester kreeg een papiertje, die las dat voor en die stopte meteen de vergadering. En Ronald Seurissen was volstrekt ontdaan. En verliet meteen de vergadering. Wij bleven daar allemaal in een geschokte toestand achter. Ja, wat u zegt, Seurissen was ontdaan. Maar ik kan me voorstellen dat iedereen ontdaan was.
Iedereen was ontdaan, maar natuurlijk van de aanwezigen had niemand zo'n directe persoonlijke band met Fortuyn opgebouwd als Furussen, zijn waarnemend fractievoorzitter. Maar het is een schok die ieder van ons op de Coolsingel diep heeft geraakt. Het is een grens die in politiek Nederland overschreden is voor het eerst. En dat is voor op de eerste plaats voor zijn vrienden, nabestaanden, medewerkers een enorme ramp. Maar het is ook voor heel Rotterdam en voor het land en voor de politieke cultuur in dit land is het absoluut een verbijsterende gebeurtenis. Ja, want dit is een klap die nog heel lang gaat nadreunen waarschijnlijk. Ja, dit is iets wat dus nooit meer verdwijnt. Ik bedoel, het feit dat in Nederland iemand vermoord wordt, om nou moeten aannemen dat dat toch een achterliggend motief geweest is, hoewel we het niet weten, om de opvattingen die hij heeft, opvattingen die hij uit in het kader van de democratische verkiezingscampagne, dat is ongehoord, dat is nooit eerder vertoond. En dat betekent dat je nooit meer een situatie hebt in Nederland waarin dat nog niet gebeurd is. Ja. Meneer Klein-Molenkamp, u was onderweg van Den Haag naar huis. Wanneer precies hoorde u het nieuws? Van Enschede was ik naar Rotterdam toe. En toen hoorde iemand het over een telefoontje. U zat in de trein? Ik zat in de trein. En ja, dan gaat er toch echt iets heel onwezenlijks door je heen. Ik denk dat het woord onwezenlijk op dat moment bij iedereen die keek elkaar aan. Kan dit in een land als Nederland? Ja, ongeloof eigenlijk als eerste. Eigenlijk ongeloof. Ik bedoel, als zoiets in Amerika gebeurt, dan denk je, ja, dat is Amerika. Maar Nederland kan je niet voorstellen dat iemand vanwege zijn opvattingen, en dat nemen we toch wel aan, vermoord wordt. Ja, en dat is echt ook onaanvaardbaar. Ja, is het een beetje ook het eind van Nederland als gezellige democratie? Nou, laten we dat niet hopen. Het betekent wel dat Fortuyn een heel bijzonder mens was. Dat hij wist in korte tijd bij mensen iets los te maken. Dat merkte je ook aan alle kanten. Ik bedoel, heel veel mensen die herkenden zich in hem. En blijkbaar wist hij dus ook, en dat wisten we ook bij een aantal mensen, dingen los te maken die net het tegendeel waren. Uitgesproken negatieve krachten. En laten we alsjeblieft hopen dat dit een idioot is. En dat het daarbij blijft. U heeft het over die positieve en die negatieve krachten. We hebben het net gezien in die reportage ook. Hè? Mensen die heel emotioneel daarop reageren. Het verschrikkelijk vinden. Tegelijkertijd ook een aantal van die jongens die zeggen van opgeruimd zijn netjes eigenlijk. Komt het op neer wat ze zeggen. Nou, laten we maar hopen dat dat erg onvolwassen jongens waren. Want dan laten we nu juist in deze tijd proberen niet te kijken wat ons scheidt. Maar kijken van hoe kan je het best in de geest handelen. Want ja, we moeten nu niet door deze omstandigheden opeens nu een scheiding tussen twee groepen krijgen van voor en tegens. Ik denk dat iedereen, ja, met een enkele uitzondering, laten we hopen dat het een enkele uitzondering is, hier toch vooral kijkt van hoe heeft dit ons geschokt en hoe welke maatregelen nemen om ooit herhaling te voorkomen. Ja. Meneer Kremers, een van de mensen in de reportage zei ook, het is mede de schuld van de media en de andere politieke partijen. De Partij van de Arbeid heeft voor de verkiezingen natuurlijk veel van leer getrokken tegen Fortuyn. Maar trekt u zich kritiek aan dat de Partij van de Arbeid mede zo'n klimaat heeft gecreëerd waarin zo'n mafketel kan opstaan? Nou, er werd zelfs expliciet gezegd dat het de PvdA was door een van degenen die geïnterviewd werden. En dat deed natuurlijk wel pijn. Er is stevig gedebatteerd in de campagne. Er zijn forse posities ingenomen. Dat is van zijn kant gebeurd, dat is van onze kant gebeurd. Maar er is nooit enig misverstand geweest over de vraag of het ging om een democratische campagne. Want dat was het. We hebben ook na de verkiezingen heel duidelijk gemaakt dat wij met de lijst Leefbaar Rotterdam in gesprek wilden komen. Om te kijken of er mogelijkheden voor een coalitie waren. Dat betekent dat wij die partijen, dus ook Pim Fortuyn, absoluut niet op dezelfde wijze ingeschaald hebben als we dat 8 jaar geleden met de fascisten gedaan hebben, die toen in de raad gekozen zijn. Dus dat ondanks alle meningsverschillen die stevig waren, is het absoluut niet zo dat wij op welke wijze dan ook hebben bijgedragen aan een klimaat waarin dit kon gebeuren. Goed. U zei het al, u was op het stadhuis toen het nieuws hoorde en daar waren de meeste politici en degene die daar niet waren van die Rotterdamse politici, die kwamen er naartoe. En ze kwamen daar om te overleggen, het zijn met het college, het zijn met de eigen fracties en iedereen op het stadhuis is onveranderlijk geschokt. Wat is uw eerste reactie?
ja, ongeloof. Als je de eerste signalen te horen krijgt van Pim Fortuyn neergeschoten, aantal kogels, dan komen de signalen door van in zijn hoofd. Ja, dan besef je, jongens, dit kan hij niet overleven. Nou, dat heeft hij dus niet overleefd. En dan besef je ook heel snel van hoe kwetsbaar je zelf bent als politicus. Want hij heeft vaak angst gehad, hè? Hij heeft vaak dreigbrieven gehad. Heeft hij ook vaak geuit dat hij angst had? Nou, ja, het zijn vreselijke elementen die bij de politicus zijn horen. Ook in een grote stad als Rotterdam. Het zijn dan vaak bedreigingen. Maar op het moment dat het dan gebeurt, ja, dan besef je hoe kwetsbaar je bent. Ik kon het eigenlijk niet geloven. De eerste meedenken zullen de meeste mensen hebben. Ik zei, joh, je maakt een geintje. Zo on-Nederlands, maar ook on-Europees is zoiets. Want hier in West-Europa komt dit gewoon niet voor. In eerste instantie denk je van, nou, dat kan niet. Maar ja, dan blijkt het toch waar te zijn. Ja, inderdaad. Ja, een bedreiging is misschien heel gek. Maar we zijn hier allemaal wel eens bedreigd in een voorgaande periode. Is me dat ook gebeurd. Maar erg serieus nemen doe je dat eerlijk gezegd ook niet. Dus je denkt van, ja, ach, een gek die wat, die roept dat, maar doet het niet. Hoewel natuurlijk de laatste tijd gewoon helaas een paar gekken in de wereld zijn die het wel gaan doen. Misschien zetten die mensen een soort vreesbanger soort norm neer van dat je dat wel kan doen. Dat kan wel aan de hand zijn. Ik kan het nog steeds niet geloven. Het is zo ongehoord, zo on-Nederlands, zo los van wat de democratie behoort te zijn. Het is verschrikkelijk. Wie dit op zijn geweten heeft, ja, je hoopt dat het een gek is en niet iemand met bewuste motieven, want het is echt ongehoord. Ik ben echt geschokt. Ja, ongehoord en on-Nederlands hoor ik iedereen ook zeggen. Het is echt, het is iets verwacht je misschien in Amerika, maar niet hier. Ja, ik denk ook heel slecht voor Nederland. Ik bedoel, Oostenrijk heeft jaren Jörg Haider gehad die rechtsextremistisch was. Hele andere dingen zijn dan Pim Fortuyn. Maar daar, die is gewoon niks overkomen. In andere landen, ik bedoel Frankrijk, Le Pen. En ik moet eerlijk zeggen, en Fortuyn, die wat dat betreft toch een democratische instelling heeft. Dan zeg je, hoe kan dat, dat die landen wel voldoende maatregelen heeft. En een land als Nederland, iemand die op zichzelf duidelijk analytische punten naar voren bracht, dit kan overkomen. Ik vind dat voor Nederland zal dat in het buitenland ook een zeer slechte indruk maken. En eigenlijk zeggen ze van, wat is dit voor een land? Ja, er zijn ook al vragen gesteld over de beveiliging van het mediapark in Hilversum. Want dat is natuurlijk ook de vraag. Ja. Hoe kan iemand met een pistool zomaar dat park oplopen, ja, waarvan gezegd wordt, ja, de beveiliging was verscherpt sinds 11 september. Je moet een pasje hebben om erop te komen. Kennelijk, ja, valt dat dan toch nog tegen? Zelfs dat was juist het goede van Nederland. Ik woonde in de buurt van Lubbers toen hij nog premier was. En die zag je op zondag gezellig jokkend. En dan zeiden we altijd, kijk, dat kan nu in Nederland. Dat je als een premier veilig zomaar in je eentje over straat gaat. In Frankrijk zitten daar een aantal bodyguards bij. Hier is iemand kandidaat voor een lijst. En die schijnt dus niet te kunnen zeggen wat hij denkt. Nou ja, dat vind ik echt zo on-Nederlands en ja, zo onwezenlijk. Ja, want zomaar als premier over straat kan eigenlijk niemand meer. Dat kan bijna in geen enkel land. Dat kan dus wel in Nederland. En dat je een lijsttrekker bent en dingen zegt die sommige mensen dan onwelgevallig zijn, dat schijnt dan niet te kunnen. Nou, dat is voor mij onbegrijpelijk. Ja, meneer Kremers? Ja, ik sluit me daar uiteraard helemaal bij aan. Dus kijk, wij hoopten dat het na 11 september weer zou overwaaien. De beveiligingsmaatregelen zijn behoorlijk verscherpt. We leven in een democratie waarin iedereen kan bereiken. Dat is op het stadhuis ook zo. Raadsleden zijn heel goed bereikbaar. Je kunt gewoon binnenlopen in de fractiekamers. Je kunt ze opbellen. Je kunt een afspraak met ze maken. Dat is heel belangrijk dat dat zo blijft. Nu moet je afvragen of dat zo kan blijven. Nederland is in elk geval een deel van zijn onschuld verloren. De laatste politieke moord die in Nederland gepleegd is geloof ik tijdens de 80-jarige oorlog. Dus eeuwen geleden. Ja. En zolang wij een democratie hebben in Nederland is voor zover ik dat weet het de allereerste keer. Maar het kan dus, het is de allereerste keer, maar het is daarmee dus wel gebeurd. Er is dus wel iets gebeurd wat inderdaad voor een blijvende verandering van de politieke cultuur in Nederland zal zorgen. En we moeten hopen dat dat beperkt blijft. En dat we toch
op een open manier met elkaar kunnen blijven discussiëren en omgaan in dit land. Ja, want over die openheid van het Rotterdamse stadhuis, u noemt dat, maar ik merk bij andere stadhuizen, bijvoorbeeld Dordrecht, Schiedam, daar is het veel moeilijker om binnen te komen. Dus ik kan me voorstellen dat hier straks op het stadhuis gezegd wordt van dit is een aanleiding om ook maar een grote, zware, ijzeren deur neer te zetten. Die is er al trouwens, maar om die op slot te houden. Nou ja, we hebben natuurlijk bodes en beveiligingsbeambten die hun werk heel goed doen. Daar gaan wij van uit. Dat wil zeggen dat als iemand aan de fractiekamer komt, dan is er wel bij de ingang wel al gekeken wat iemand kwam doen. Maar goed, je hebt die mogelijkheid. En die mogelijkheid is er echt. Er worden nauwelijks beperkingen aangesteld. En dat is en fracties vinden dat ook heel belangrijk, dat zo is. En zo blijft. Ik kan me ook niet voorstellen dat wij moeten gaan werken op een stadhuis dat op slot is. Dat zou echt een enorme verarming van de democratie zijn. Ja, een klein molenkamp, wil je nog even zeggen? Den Haag is iets beter beveiligd dan Rotterdam. Maar gelukkig, daar kom je ook vrij makkelijk binnen. En ik hoop dat dat toch echt zo blijft. Het kan niet zo zijn dat door deze moord op Fortuyn nu het Binnenhof opeens een barricade gaat worden. Ik denk dat dat heel slecht is voor de democratie. Je loopt doordat een publiek ambt is misschien iets meer risico. Maar het kan niet zijn dat dit nu achter allerlei barricades verdwijnt. Laten we hopen dat het een idioot is. En daar is eigenlijk geen maatregel te nemen. Als het echt een eenling is, zijn geen maatregelen tegen te nemen. Nee, en laten we dan ons ook niet opsluiten in angst. Nou goed, die eenling, laten we er maar voorlopig inderdaad even van uitgaan dat het een eenling was. Er is in Hilversum iemand opgepakt kort na de aanslag die gewapend rondliep in de buurt van het Mediapark. Of dat inderdaad de dader is, dat moet natuurlijk nog blijken. Pim Fortuyn was op campagne in Hilversum voor de landelijke Tweede Kamerverkiezingen toen hij werd neergeschoten. Maar laten we natuurlijk niet vergeten dat hij fractievoorzitter was ook van Leefbaar Rotterdam hier in Rotterdam. En dat een derde van de Rotterdammers bij de gemeenteraadsverkiezingen op hem gestemd heeft. En vandaar ook dat verslaggeefster Diana Mostert in Rotterdam vanavond de straat op ging om reacties te vragen van gewone Rotterdammers. Heeft u het al gehoord? Pim Fortuyn is juist neergeschoten. Ach, nee, dat meen je niet. Dat is geen geit? Nee. Echt niet? Nee, echt niet. In Hilversum. Is hij dood? Dat is nog niet duidelijk, maar waarschijnlijk wel. Hè? Hebben jullie al gehoord dat Pim Fortuyn is neergeschoten? Ja, net, ja. Wat vinden jullie daarvan? Ja, kijk, ja, eigenlijk zat het eraan te komen, want die man die schept toch een bepaalde vijandschap eigenlijk tussen allochtonen en autochtonen. Ja, en dan kan je zoiets eigenlijk wel verwachten. Dus ik sta er niet vreemd van te kijken, maar het is wel triest wat er gebeurd is. Had jij zoiets verwacht? Nee, niet zo extreem. Zeker niet in Nederland. Nee. Had u zoiets verwacht? Dat het zo een klein beetje. Klein beetje wel, ja. Ja, ik sta er niet van te kijken, eerlijk gezegd, nee. En nu? Nou, ik ben heel erg anti-Pim Fortuyn, maar ik vreselijk. Ja, heeft u al gehoord dat Pim Fortuyn is neergeschoten? Ja, schandalig. Een ramp voor Nederland. Absoluut, absoluut. Ik ben er zelfs van onder de indruk, moet ik eerlijk zeggen. Dus, we hebben er weinig aan toe te voegen. Het is te hopen dat dat hij het haalt zonder ernstige beschadigingen. Maar ik twijfel er sterk aan als ik de radio hoor. Was er van plan om hem te gaan stemmen? Ja. Ja. Je zou eens kunnen zeggen dat het zijn gelijk bevestigt. Waar hij angst voor had. Dus. Oké, sterkte. Dank je wel. Wat vinden jullie daarvan? Ja, minder. Shit. Heel slecht. Pim Fortuyn, dat is gewoon. Er zijn dingen waar hij geen gelijk mee heeft. Net als dat van het WHO en zo. Maar ik vind gewoon bepaalde dingen heeft hij wel gelijk in. Want ik. Ja, dat is echt gedaan. En ik vond het wel terecht wat hij zei. Maar dat hij naar dood is geschoten, had hij op kunnen wachten. Dat zou gewoon vroeger laat een keer gaan gebeuren. Nee, maar gewoon net als met bepaalde dingen. Ja, ik heb geen hekel aan zwarte of zo. Maar nee, ik ook niet. Ik vind het gewoon, het is hier gewoon overvol. Als je hier in Rotterdam loopt, mag je blij zijn dat je een Nederlander tegenkomt. Zeker weten. Dus, ja. Maar had jij verwacht dat dit zou gaan gebeuren? Ik wel. Ja, ik heb er niet verder bij nagedacht. Maar nu het eenmaal gebeurd is, het was wel te verwachten. De mogelijkheid zat erin. Ja? Maar
ik vind wel dat iedereen zijn eigen mening mag zeggen. Dus ook Pim Fortuyn. Ja, en ik vind het heel erg. Zoiets, dat kan gewoon niet. Maar ik weet ook wel hoe het gekomen is, doordat hij natuurlijk zijn uitspraken had. Sommige uitspraken waren goed, sommige waren ook slecht. Maar om nou zo'n man neer te knallen, nou juist je al een heel eind op weg bent in de goede richting, vind ik het heel jammer dat hij... Dat ze hem neergeknald hebben. Ja, ik ben er echt van ondaan. Niet omdat ik een Pim Fortuyn aanhanger ben, maar omdat dit een manier van doen is die wij in onze samenleving nauwelijks kennen. En ook in de Nederlandse historie nog niet voorgekomen is, of nauwelijks. Nou, heeft u zelf al een paar keer te kennen gegeven dat u zich niet meer veilig voelde, maar had je zoiets verwacht? Nee, absoluut niet. Nee. Geen enkele manier rekening mee gehouden. Nee. Ja, het is gewoon schandalig dat mensen vermoord worden in alle gevallen. Ja. Het is politieke moord, het is nog nooit eerder gebeurd in Nederland. Dus. Nee, echt belachelijk, schandalig. Ze hebben hem nou opgeruimd en ik denk dat dat 15 mei nog een chaos zal worden. Ik heb geen woorden ervoor. Dan. Ik weet het echt niet. Dit is gewoon, het ergste is gebeurd. Ik denk dat het nog erger gaat worden, dit. Ja? Ja. Ik vind het erg dat je nu mag zeggen wat je denkt. Want dat is eigenlijk politiek. Ik zou eigenlijk een beetje shaken. Want dat had mijn stem ook gekregen. Nou, heeft u zelf al te kennen gegeven dat u zich niet veilig voelde? Ja. Had jij dit verwacht? Ik heb tegen mijn vader wel eens voor de gein gezegd tegen hem. Hij wordt binnenkort, ik denk, voor de gein. Misschien wordt hij wel geliquideerd, want hij deed soms echt hele stomme uitspraken. Dus, maar het gaat nergens over. Het is niet gepast. En ik hoop ook als ze diegene pakken, ophangen. Want politiek is politiek. Je mag zeggen wat je wil hier in Nederland, maar schijnbaar ook niet. Maar je wordt gewoon geliquideerd, het slaat gewoon helemaal nergens op. Ik voel me heel erg teleurgesteld. Fortuyn zou na zijn optreden bij Radio 3 vanavond naar Leeuwarden gaan voor een partijavond van de lijst Pim Fortuyn. En die verkiezingsavond werd gehouden in een hotel. En dat hotel, daar was gisteren gevraagd om extra beveiliging. Of dat te maken had met de campagneavond van Pim Fortuyn, dat is niet helemaal duidelijk. Fortuyn heeft wel gezegd, dat vertelde Harry Mens, zijn vriend bij RTL 5, dat hij vanavond niet terug zou gaan naar Rotterdam na die avond in Leeuwarden, omdat hij eigenlijk niet terug durfde naar huis. Maar of dat te maken heeft gehad met bijvoorbeeld bedreigingen die het afgelopen weekend heeft gehad, dat is niet duidelijk. Fortuyn was in een uitzending van BNN op 3FM. Een van de uitspraken die hij daar deed in het interview was, ik ben van plan heel erg oud te worden. Ik word wel 87. Hij was vandaag 54 en 87 zal hij dus niet halen. Zijn eerste bekendheid kreeg hij als directeur van de OV Studentenkaart BV, dat was midden jaren 80. En later werd hij vooral bekend als columnist en schrijver van boeken over maatschappij en politiek. Pim Fortuyn in 1990. Hij lanceerde de OV Studentenkaart. Via een hoogleraarschap aan de Erasmus Universiteit en vele boeken en columns maakte hij in augustus vorig jaar bekend dat hij de politiek in wilde. Voor welke partij wist hij toen nog niet, maar het werd Leefbaar Nederland. Het congres van die partij koos hem in september met overweldigende steun tot lijsttrekker. At your service. Niet lang daarna kwam daar totaal onverwacht het lijsttrekkerschap van Leefbaar Rotterdam bij. Terwijl zijn ster razendsnel omhoog schoot, publiceerde de Volkskrant een interview waarin de voorman van Leefbaar Nederland uitspraken deed die het partijbestuur hem niet in dank afnamen. Hij stelde artikel 1 van de grondwet, het antidiscriminatieartikel, ter discussie. Waarop Fortuyn werd afgezet als lijsttrekker van Leefbaar Nederland, maar niet van Leefbaar Rotterdam. Professor Dr. Pim Fortuyn, lijsttrekker van Leefbaar Rotterdam. Landelijk vormde hij een nieuwe partij, de lijst Pim Fortuyn. Ondertussen bleek steeds vaker dat er met Fortuyn, op zijn zachtst gezegd, een frisse wind was gaan waaien. Nou ja, kijk, ik vind het wel heel flauw, meneer Fortuyn. Ja, nou, het is toch echt zo. U legt de bal op de stip. U legt de bal op de stip en
Nou ja, dit hebben we nooit meegemaakt. Dit belofte wat trouwens voor de toekomstige vergaderingen. Kijk. 6 maart zette Fortuyn de politiek pas goed op zijn kop. Zijn partij, Leefbaar Rotterdam, werd bij de gemeenteraadsverkiezingen in één klap de grootste van Rotterdam. De eerste reacties van andere partijen waren geschokt. Maar na 6 weken onderhandelen kwam er een college uit de bus van Leefbaar Rotterdam, CDA en VVD. De partij was geaccepteerd. Intussen was Fortuyn zelf vooral druk met de landelijke campagne. Hij publiceerde zijn boek De Puinhopen van 8 jaar paars en kreeg daarbij te maken met een eerste aanslag. Racisme, geen stem! Pim Fortuyn voelde zich regelmatig bedreigd. Hij vond ook dat hij door andere partijen, vooral uit linkse hoek, ten onrechte gedemoniseerd werd, waarmee die partijen hem in gevaar zouden hebben gebracht. Vandaag is hij doodgeschoten. Of de dader inderdaad uit politieke motieven heeft gehandeld, is nog niet duidelijk. De dader is wel opgepakt, dat heeft de politie in Hilversum zojuist bekendgemaakt. Bij het partijbureau van de lijst Pim Fortuyn aan de Vlaardingweg in Schiedam arriveerden de kandidaten van de lijst vanavond. En grote verslagenheid was er uiteraard bij velen van hen. Ja, ik vind het heel moeilijk. Ik ben nummer 2 op de lijst. Ik ben overdonderd. Ja, ik, vorige week had ik mijn laatste interview voor de story en ja, ik had het er nog met hem over. Waarover? Nou ja, het enige wat nog mis kan gaan is als je door zo'n dwaas door je hoofd wordt geschoten, ja. En hij zei nog, heel Nederland kan wel voor je zijn, maar er hoeft maar één dwaas bij te zitten. Meneer Varela, hoe denkt u dat dit heeft kunnen gebeuren? Ja, het hoeft maar echt gek te zijn, je ziet het. Dat is altijd, hè. Dus, maar waarom hem? Ja, nou ja, het lijkt alsof het altijd met dit soort mensen gebeurt. Hè? Martin Luther King, Kennedy, nou ja, Pim Fortuyn, dat fenomenen. Die overkomt dit soort dingen altijd, lijkt het wel. Dit, ja. God. De heer Fortuyn werd bedreigd. Ja, dat is, ja, heeft u enig vermoeden? Nou. Ik hoorde net wat op de radio dat het een kalende man was en afgelopen vrijdag had ik, we hebben op de zaak altijd een borrel, eerste vrijdag van de maand. En van collega's had ik al begrepen dat er ook al een kalende man daar aan het spieden was, zeg maar, om te kijken wie daar binnen was. En het was heel verdacht en toen is de beveiliging erop afgestuurd. En die is toen weggerend. Dus ik wil niet te gauw conclusies trekken, maar... Wat is de aard van de bedreigingen die aan Fortuyns adres gericht werden? Ja, dat weet ik niet precies, Maar ze logen er niet om in ieder geval. Dus, bent u zelf ook bedreigd? Ik ben 2 keer door de telefoon bedreigd. Maar goed, ja dat hoort helemaal bij het zon in de game. Maar ja, dat het dan zo serieuze vorm aan zou nemen, dat verwacht. We krijgen allerlei briefjes binnen van zieke geesten en van het extreem linkse hoek met name, ook wel vanuit ongesigneerd, dus je niet weet wie het is. Het enige wat wij doen is het wel serieus nemen en doorgeven aan de Rotterdamse politie. Dus, ze waren hier niet op berekend. Maar als je erover nadenkt, als iemand 2 uur in de lucht is, hè, bij een live uitzending, dan kan iedereen die dat wil natuurlijk bedenken, hey, hij zit nog voorlopig in Hilversum, ik heb alle tijd om heen te gaan. Dus dat hadden we eigenlijk als moeten realiseren, dat door zo'n lange interview dat hij toch kwetsbaar is. Heeft de politie misschien het risico onderschat dat Pim Fortuyn heeft gelopen, of weet u dat niet? Nou, dat durf ik niet te zeggen. Je kunt absoluut niet met de beschuldigende vinger aan iemand wijzen. Dat is onmogelijk. Ja. We weten alleen maar, ook hier in Rotterdam, iedere platte pet was voor Pim. Hier waren we veilig, dat wel. Hoe is het nu binnen? Ik zie steeds mensen naar binnen lopen. Wat gebeurt er? Denk je? Verdriet. En het doet pijn. Ik bedoel, het doet heel erg veel pijn. Een slimme, briljante. En ook een man die kon triggeren, speelse man, die echt als leider van de partij op mij altijd veel indruk maakte door de manier waarop hij ons coachte. Ik bedoel, maar ik ga naar binnen. Ja? Mediadeskundige Henry Beunders, werkzaam bij de Erasmus Universiteit, was naar Schiedam gekomen omdat zijn partner in het campagneteam van de lijst Pim Fortuyn zit. Veel mensen hebben geschokt gereageerd. Er zijn al mensen die hebben de naam John F. Kennedy in de mond genomen. Snapt u die vergelijking? Natuurlijk, hij had alle
alle charismatische aantrekkingskracht van een Kennedy, ook al was hij dan een ander type. Maar het is niet alleen wrang, maar ook wel terecht dat zij ongeveer zijn laatste woorden waren voor 6 uur op de radio op 3FM. De woorden van John F. Kennedy, wat die tegen de Amerikanen zei tijdens de verkiezingscampagne van 1960. Vraag niet wat uw land voor u kan doen, maar vraag wat u voor uw land kan doen. En dat waren zijn laatste woorden. Hij zei, als ik premier word, dan vraag ik wat aan de burgers om voor dit land te doen. Het houdt niet op 15 mei. De burgers moeten meehelpen om mij in staat te stellen die verandering die ik nastreef door te voeren. Dus hij sloot zijn leven af met de woorden van John F. Kennedy en een paar minuten later was hij doodgeschoten. Sympathisanten van Pim Fortuyn waren ook naar het partijbureau gekomen en legden bloemen voor het hek als laatste eerbetoon aan de overleden politicus. Ben je van plan om hier nog lang te blijven vanavond? Nee, we gaan zo weg. Dit was gewoon een spontane actie. Waar komt dat vandaan? Nou, ik vind dat je wilt toch een bepaald iets vertellen. En dat was eigenlijk niet voor jullie, dus gewoon voor het eigen gevoel. En natuurlijk uiteraard wil ik iemand... Kun je wat duidelijker zijn over wat je ermee wil vertellen? Nou, ik denk dat je, ik hoorde de buurman van Fortuyn net zeggen dat Nederland zijn onschuld heeft verloren. En ik vind, die uitspraak wil ik herhalen. Ik sta hier toch maar kippenvel wat dat betreft. Ik vind, Nederland heeft inderdaad zijn onschuld verloren. En daar moeten we maar eens goed over nadenken. Het ging in de reportage onder meer over de beveiliging van Pim Fortuyn. We hebben er vanavond gebeld met de politie in Rotterdam. En die wilde niet zeggen of er de afgelopen tijd extra beveiliging is geweest rond de woning van Pim Fortuyn of het partijkantoor van Leefbaar Nederland. In Hilversum is de dader van de aanslag gearresteerd. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie van de politie in Hilversum. En daar was onze verslaggever Ingrid Stadler. Ingrid, goedenavond. Hoi. Wat is er op die persconferentie bekendgemaakt? Nou, heel weinig. De korpschef, mevrouw Berndsen van de Gooi en Vechtstreek, heeft een hele korte verklaring afgelegd. Er is inderdaad een mogelijke dader gearresteerd. Wat ervan bekend is dat het dan om een blanke Nederlander gaat. Er is verder niet bekend wat zijn identiteit is. De man heeft geen verklaring afgelegd. En de korpschef wilde geen vragen beantwoorden verder omtrent de identiteit van de man. Of niet waar hij gearresteerd was. Ook over het motief is niets bekend. De politie heeft een onderzoek ingesteld en er is ook een recherchebijstandsteam geformeerd. En dat is het enige wat eigenlijk bekend is geworden uit de persconferentie. Zou de man gearresteerd zijn op aanwijzing van een aantal getuigen. En dat is alles wat tijdens de persconferentie naar buiten kwam. Ja, nou is er in de loop van de avond al van alles gezegd op televisie over het aantal schoten dat op Fortuyn zou zijn afgevuurd. Daar is dus helemaal niet op ingegaan. Nee, ik heb wel inderdaad toen wij eerder op het Mediapark waren, wel gehoord dat het om 3 schoten zou gaan. Maar dat heb ik in ieder geval niet bevestigd gekregen. Nou, je bent op het Mediapark geweest. We hebben hier net even kunnen kijken naar wat beelden van kort na de aanslag op Fortuyn. Wat heb jij daar gezien? Toen wij daar aankwamen hoorden we al dat Pim Fortuyn was overleden. Het was ontzettend druk met allerlei kamerploegen, journalisten, ontzettend veel politie. En voor het hek was een afzetting en er waren ook heel ontzettend veel mensen op afgekomen. En gaandeweg kwamen er eigenlijk steeds meer mensen bij die bloemen kwamen leggen en eigenlijk naar de plek kwamen om met hun eigen ogen te zien dat er toch... inderdaad gebeurd was. We hebben de traumahelikopters in opstijgen, maar goed, die was later gekomen zoals we inmiddels weten. En er was bijvoorbeeld een ondernemer uit Amsterdam en die legde een aantal posters neer en legde nog een soort emotionele verklaring af. Hij vond de dood van Pim Fortuyn, dat deze gebeurtenis eigenlijk de dood van Pim Fortuyn eigenlijk nog overstijgt. Hij zei het is eigenlijk een aanval op de democratie en dit is een aanval op iedereen. En er waren nog meer mensen die bloemen neerlegden en eigenlijk dezelfde soort dingen zeiden als deze meneer. Verslaggever Ingrid Stadler vanuit Hilversum, dankjewel voor dit moment, meneer Kremers. Toen net werd gezegd, het gaat om een Nederlandse man, toen slaakte u een zucht van verlichting. Waarom? Nou ja, kijk, ik slaak natuurlijk geen zucht van verlichting in die zin dat het verschrikkelijk is wat er gebeurd is, wie het ook gedaan heeft.
Maar we toch zoiets van, ja, gelukkig. Maar we hebben eerder in de uitzending die Marokkaanse jongens gezien... die heel puberaal en onvolwassen, hele domme dingen zeiden. Dat is erg vervelend dat dat gezegd wordt. Sommige van die gevoelens leven. Het zou de ideeën over de bepaalde etnische groepen alleen maar hebben verder gestigmatiseerd. Het zou de negatieve beelden alleen maar versterkt hebben als gebleken zou zijn dat dader een lid van een van die etnische groepen geweest zou zijn. Ik ben dus in dat opzicht blij dat dat niet het geval is. Ja. Maar de moord op zich is even erg door wie die ook gepleegd wordt. Daar geen enkel misverstand over. Ja. En wat er gebeurde is natuurlijk toch dat er gewoon 37% van de Rotterdammers heeft op Fortuin gestemd. Die hadden er recht op om hun hoop Pim Fortuin te laten waarmaken wat hij beloofd had. Die mogelijkheid hebben ze nu niet meer. En dat is inderdaad een directe slag voor de democratie. Een directe slag voor die mensen die op hem gestemd hebben. Ja, meneer Klein-Molenkamp, we hebben wat mensen in de reportage horen zeggen dat ze het CD denken aan de moord op John F. Kennedy. Toen zei u, het doet mij meer denken aan Robert Kennedy. Waarom? Ja, die was eigenlijk ook op een hoogtepunt nadat hij de voorverkiezing in Californië had gewonnen uit een grote achterstand. Nog midden in een verkiezingsproces werd hij opeens abrupt uit dat proces weggehaald door de moord die toen plaatsvond. En eigenlijk is dat nu ook het geval. Pim Fortuyn was midden in een verkiezingsproces. Hij maakte bij de mensen veel los, positief en negatief. En midden in dat proces, dat je had kunnen zeggen van hoe wordt hij uiteindelijk door de kiezer gewaardeerd, wordt hij weggehaald. En ik moet, heeft de triomf van Rotterdam, heeft hij in elk geval meegemaakt. Ja, hoe het over 2 weken was afgelopen, over 10 dagen, dat zullen we nooit weten. En dat hebben we bij de dood van Robert Kennedy ook niet geweten. Nee. Jim Jansen van Rij, de nummer 3 op de lijst voor Tuin, heeft al gezegd, we gaan gewoon door. Maar over die verkiezingen, die zijn over 10 dagen al, over 9 dagen eigenlijk. En bijvoorbeeld uw vicepremier, mevrouw Jortsma, heeft al gezegd, laten we die maar een stukje opschuiven. Nou, ik zou daar zelf ook voorstander van zijn. Ik weet niet hoe makkelijk dat gaat en hoe ver dat is. Want nu gaat alles onder de emotie van dit moment. Eigenlijk voelt iedereen zich ter betrokken bij. En ik denk dat dat een vertekening in de verkiezingen geeft die gewoon niet goed zou zijn. Maar of dat een verschuiving is of niet, ik durf daar geen zinnig woord over te zeggen. Daar wordt nu over vergaderd, ook naar de juridische kant gekeken. Maar ik zou het zelf goed vinden als we eens even een moment rust zouden hebben, want dit raakt ons natuurlijk alles. Ja, meneer Kremers, u heeft de verkiezingen natuurlijk al achter de rug. We hebben ook landelijke verkiezingen te gaan. Dat is voor mij als PvdA dit uiteraard ook heel erg belangrijk. Ik vind het een hele moeilijke zaak om daar iets zinnigs over te zeggen. Er wordt op dit moment over vergaderd in Den Haag. Ik hoop dat ze daar een wijs besluit nemen. Het is natuurlijk heel begrijpelijk dat er nu gezegd wordt, er zijn ook argumenten voor van in deze situatie moet je geen verkiezingen hebben. De verkiezingscampagne wordt in elk geval een aantal dagen opgeschort. Aan de andere kant, het kabinet is al demissionair. Er moet een besluit genomen worden. Het land moet bestuurd worden. Je kunt niet blijven doorgaan met een kabinet dat demissionair is. Maar gelukkig ben ik niet degene die daarover een besluit hoeft te nemen. En ik wens in Den Haag wat dat betreft veel sterkte en wijsheid toe. Ja, want er moeten een paar hele moeilijke beslissingen worden gedaan. Ja, het is meer omdat die lijst Fortuyn, het was Pim Fortuyn. Ja. Ik bedoel, hij was de allesbepalende factor. Hij bespeelde de media op een hele knappe wijze. Hij communiceerde met de mensen in het land via die media. Ja, en hij is er nu niet meer. En ik zou bijna zeggen, geen lijst wordt zo gedomineerd door één persoon, ook zijn lijstopstelling, als de lijst Fortuyn. Het is ook uniek in Nederland dat je de lijst noemt naar precies een persoon. Terwijl de anderen veel meer stromingen vertegenwoordigen die een traditie hebben en dergelijke. Dus daar is een veel grotere, stabiliteit dan en veel minder rond één persoon gebouwd. Ik zou het zelf heel prettig vinden als daar gewoon enige afstand tussen deze gebeurtenis en de verkiezing zouden plaatsvinden. Tegelijkertijd ben ik dan wel meteen weer zo cynisch om te denken, uitstel van die verkiezingen en het feit het wegvallen van Fortuyn zou de andere partijen natuurlijk ten goede kunnen komen in die verkiezingen.
Ik moet u eerlijk zeggen, ik heb geen idee wat het zou betekenen op dit moment. Maar ik vind dat ook eigenlijk niet belangrijk. Ik vind het feit wat vandaag gebeurd is gewoon, het werd ook al vandaag gezegd, een slag voor de democratie. Dat je niet meer als lijsttrekker vrij kunt zeggen wat je vindt. Dat je niet met argumenten elkaar kunt overtuigen. Maar dat een kogel uiteindelijk die strijd beslist heeft. Dat vind ik bijna eigenlijk onaanvaardbaar. En ik had het graag met argumenten met hem uitgewisseld. Want het is, hoe je het went of keert, een ongelooflijk boeiende debater geweest. Hij heeft veel losgemaakt. Er werd weer bij de borrels gepraat over de politiek. En dat valt nu in één klap weg. En ik denk dat dat een verdienste is die toch volledig op zijn konto komt. En dat we daar ons ook bij deze verkiezingen volledig van bewust moeten zijn. Dank u wel voor dit moment. We zeiden al eerder vanavond dat er een condoleanceregister is geopend in het Rotterdamse stadhuis. En daar werd meteen al flink gebruik van gemaakt. Erg geschokt, niet verwacht. En echt onmogelijk hoe zoiets kan gebeuren. Dat vind ik echt abnormaal natuurlijk. Samen met de huisgenoten erg geschokt en besloten hier naartoe te komen. Naar eerst het journaal te hebben gekeken. En zeker weten hoe erg het is. En we vonden ons gewoon verplicht, wil ik niet zeggen. Maar vonden wel dat we toch hier naartoe moesten gaan en daarvoor tekenen. Ik kom uit iets verder van Amsterdam, Oostzaan. Ik ben heel emotioneel. Ik ben er gewoon kapot. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor. En ik vond het enige wat wij konden doen, is hierheen komen om onze emotie te tonen. Ik sta eerder op het huilen dan helemaal kapot totaal. Waar was u toen u het hoorde? Thuis. En zag u de beelden of? Nee, mijn vrouw was boven. Ik zat op de bank, was een beetje ingedommeld en ze rende naar beneden en zei: Pim is aangeschoten. Nee. Dus ik schrok wakker en ik dacht, nou, die kan niet. Kan niet in dit land. Maar het is eigenlijk het is een vervolg van wat er gebeurt. Ze beginnen met taartjes. In Amsterdam zijn er demonstraties. Er worden met hakenkruis worden op het monument van de Dam gehangen. En de politiek spreekt zich niet uit. En dan dit weer. Ik weet niet waar het heen gaat. Als de politiek zich niet hard opstelt tegen wat er in dit land gebeurt, dan gaan we bergaf. Ik ben helemaal totaal kapot. Dat spandoek wat we in beeld zag, daar stond als tekst op: vermoord door de hetsen van zittende politici en een blatende pers. Het wordt tijd voor een echte democratie. Stem LPF. Dat was bij het stadhuis, bij het huis van Pim Fortuyn in Rotterdam aan het GW Burgerplein. Daar waren we eerder vanavond al. Daar zijn veel mensen, veel aanhangers van Leefbaar Rotterdam en van Pim Fortuyn die daar bloemen hebben gelegd. En wat later op de avond was er ook de deelraadsvoorzitter van Delfshaven, waar het GW Burgerplein in ligt. Tom Harreman. Onvoorstelbaar dat dit kan gebeuren in Nederland. Ja, dat is waanzinnig natuurlijk. Dat is de reactie. Geen commentaar meer. Nou, je past slechts zwijgen. Waanzin. Waarom komt u nu vanavond hier even kijken? Ja, natuurlijk. Het is natuurlijk een iemand die met politiek bezig is. En wat je ook mag vinden voor een tegenstander, maar dat je in Nederland elkaar niet meer de tijd gunt om te vinden wat je vindt. En dat je dan vindt dat je moet doodschieten vanwege zijn opvattingen. Terwijl we net 4 mei achter de rug hebben, dode herdenking. 5 mei, dag van de bevrijding. En dan nu vandaag, dat is absurd geworden. Dus ik, niet te geloven gewoon. Het is absurd. Dank u wel. Pim Fortuyn was, voor hij met zijn eigen lijst de landelijke verkiezingen inging, lijsttrekker van Leefbaar Nederland. En hij werd bij die partij opgevolgd door Fred Teven. En Fred Teven was tijdens de aanslag op bezoek bij Radio Rijnmond. Verslaggever Margriet Verhoef sprak met hem. Wat is uw reactie? Ja, verschrikkelijk. Hoort ook absoluut niet in Nederlandse verhoudingen thuis. Het is echt dramatisch wat hier is gebeurd. Ik denk dat wat dat betreft de campagne stil ligt en de verkiezingen moeten worden uitgesteld.
We mogen hopen dat hij het overleeft. En dat hoop ik werkelijk uit de grond van mijn hart. Maar het geeft wel eens te meer aan dat veiligheid in de Nederlandse samenleving het allergrootste probleem is. Dat is nou een van de redenen waarom ik in de politiek ben gedaan. Wanneer hoorde u het? Ik hoorde het hier, dat ik Radio Rijnmond of Radio TV Noord-Holland via een lijntje hier in Rotterdam te woord stond. Wat u betreft kunnen de verkiezingen opgeschort worden? Wat mij betreft wel. Ja? Dat hebben meer mensen al gezegd. Dat hebben we hier aan tafel ook al gehoord. Verkiezingen kunnen opgeschort worden. Dat ligt nog niet zo heel erg eenvoudig, geloof ik. Omdat die datum van 15 mei eigenlijk wettelijk vast ligt. Er moet een nieuwe wet dan aangenomen worden. En daar zal nu door het premier Kok en de mevrouw van Nieuwenhoven naar gekeken worden. Of dat kan, of dat wenselijk is, wat de gevolgen zijn. En ik durf daar nu nog niet over te speculeren om alle pro's en contra's ervan te zetten. Maar in elk geval betekent het dat nu de verkiezingen onder het beslag van deze emoties zijn. En dat betekent ook een volstrekt vertekende uitslag. En ik zou het zelf beter vinden als er wat meer ruimte zou zijn. Goed. Meneer Kremers, u zei al aan het begin, u was met het presidium aan het praten over de volgende raadsvergadering. Gaat die eigenlijk nog door? De volgende raadsvergadering was gepland volgende week donderdag. Die zal doorgaan. Sterker, we zullen daarvoor nog een extra raadsvergadering hebben. Wanneer? Toen ik wegging op het stadhuis was nog niet helemaal duidelijk of dat morgen of overmorgen zou zijn. Ik schat zelf in dat de kans het grootste is dat dat woensdag zal zijn. Een vergadering waarin wij Pim Fortuyn zullen herdenken als raad. Ja. Er staat woensdag ook nog een UEFA Cup finale op het programma. Ja. Is dat eigenlijk nog belangrijk? Hoe belangrijk iedereen in Rotterdam het ook vindt dat Feyenoord de cup pakt op dit moment, valt dat in het niet bij datgene wat er gebeurd is. En dat is een algemeen gevoel op het stadhuis. Maar desondanks, het zal natuurlijk wel doorgaan, want het is niet te stoppen. Nee. Ten slotte, Rotterdam moet de komende 4 jaar bestuurd worden. Bestaat niet het gevaar dat 4 jaar lang onder de schaduw van Pim Fortuyn gaat gebeuren? Dat gevaar bestaat. De fractie van Leefbaar Rotterdam zal daar een weg in moeten vinden. Daar wens ik ze ook veel sterkte en succes in. Dat is ook belangrijk voor de bestuurbaarheid van de stad dat men dat daar doet. Er is natuurlijk net een college aangetreden met 3 wethouders van Leefbaar Rotterdam. Ik neem aan dat die vooralsnog hun werk goed zullen doen. Ik denk dat we de stad wel vooruit kunnen. Maar dit heeft natuurlijk gevolgen. Ook op de politieke verhouding in het stadhuis die nu nog niemand volledig kan overzien. En het zal in elk geval in de stad een gevoel overeind houden bij velen die op hem gestemd hebben. Dat hun stem gestolen is. Omdat degene op wie zij hun hoop hadden gesteld niet kan waarmaken wat hij voor de verkiezingen beloofd had. En veel mensen hoopten dat dat wel zou gebeuren. Daar kunnen wij niks aan veranderen. Meneer Klein-Molenkamp, als we het hebben over de impact van deze aanslag op de Nederlandse politiek. Is dit bijvoorbeeld vergelijkbaar met wat 11 september betekende voor de Verenigde Staten? Echt een keerpunt in hoe we in Nederland denken over politiek? Ik vind het moeilijk te zeggen, maar wat je in ieder geval de boodschap die Pim Fortuyn de afgelopen maanden aan de Nederlandse politiek heeft meegegeven, is dat ze zeggen je moet meer inspelen op wat er bij de mensen leeft. Nou, criminaliteit was zijn eerste punt. En ik moet zeggen, het is al heel wrang om dan te zien hoe dit punt daar alleen maar door versterkt zal worden. Heeft de campagne absoluut inhoud gegeven door een aantal punten goed te agenderen. Ja, ik denk dat we daar dat we dat gewoon mee moeten nemen. Ook in die boodschap, ja, hoe het verder loopt, dat is zou ik vanaf vandaag nog niet willen zeggen. Ik bedoel, laten we dat eens even rustig tot ons nemen. Goed, maar die boodschap heeft hij in ieder geval helder de afgelopen maanden, zowel naar het Nederlands volk als naar de politici overgebracht. En aan ons nu om dat op te pikken. Ja, en eigenlijk waarschijnlijk een reden voor u om dat nog meer te doen dan u anders misschien wel geneigd was geweest. Nou, ik vond de boodschap van de afgelopen maanden, ik moet zeggen, zoals hij de politiek in de keuken gebracht heeft en aan de bar gebracht terug bij heeft. De mensen, het werd weer gepraat, het werd weer gestemd. Dat was echt opvallend en dat was ook goed. En ja, we moeten duidelijk. De boodschap was, jullie zijn te veel naar binnen gekeerd, je moet meer naar buiten. Nou, ik denk dat die boodschap moeten we ter harte nemen, of hij er nu bij is of niet is. Want de boodschap is wel overgekomen. Dank u wel beiden voor uw komst naar de studio op deze verder treurige avond. Voor
Wie het nog niet mee heeft gekregen, Pim Fortuyn is vanavond doodgeschoten in Hilversum, 6:15, op het Mediapark na een interview dat hij had op de zender 3FM bij BNN. Er is een aantal schoten op hem afgevuurd. De aantallen variëren nog. Sommige mensen zeggen 3, andere ooggetuigen spreken van 6 of 7 schoten. De politie in Hilversum heeft later op de avond een Nederlandse man aangehouden. Die wordt verdacht van het hebben gelost hebben van die schoten. Of dat echt zo is, dat is nog niet helemaal duidelijk. De politie in Hilversum heeft een korte verklaring daarover afgelegd. Maar daarin is nog niet heel veel verduidelijkt. Hopelijk zal dat de komende dagen wel gaan gebeuren. Dit was een extra uitzending van TV Rijnmond over de moord op Pim Fortuyn. Dank u wel voor het kijken. Tot morgen.